Randje Buitenspel, de podcast. Welkom allemaal bij Randje Buitenspel nummertje 94. Met vandaag is Ajax een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Gaat FC Twente meedoen om de Champions League plek? Wat is er in godsnaam aan de hand met Feyenoord? En is PSV nu al favoriet voor de titel? En natuurlijk hebben we ook nog vragen van de luisteraars. Dat doe ik niet alleen. Mijn naam is Wilke Terwijn. Dat doe ik met Rob Schepers voor PSV en Thijs Kempering voor FC Twente. Uh, onze Feyenoord-liefhebber uh, Tim Hartog. Die ligt nog in de lappenmand vanwege Lowlands. Uh, dus uh, Rob, gefeliciteerd. Nee, nee, nee. Corneel nee. nee, nee, nee. zou zeggen, als ze niet winnen, zijn ze er niet bij. Ah. Nee, dat zei hij alleen over mij. Ja, maar het ja, is gewoon een virus. Nou, dat is de reden waarom Cornel er vandaag niet bij is. En het hele seizoen niet meer zal aanschuiven waarschijnlijk, want het was nul ja. punten. In twee wedstrijden, nee, is... nul. Uh, ze ging toch de top bestormen dit jaar, of niet? Dat ja, ja, vast... is elk jaar het geval. En ik denk dat we volgend jaar bij Cornel gaan inbellen hoe het is in de kampioendivisie. Ja. <laughs> ja, die trekken het toch wel recht, maar, maar up, jongen, up, jongen. Ik heb zo'n medelijden met die van Zeumeren, ieder jaar weer. Jezus. Gewoon een soort bodemloze put is dat. Hier stort, stort hier maar de toekomst van je kinderen in. Maar Rob, uh, gefeliciteerd uh, allereerst. Het gaat lekker daar. Um, zijn jullie nu al titelkandidaat? Nou, ik vind dat je als, uh, als PSV altijd uh, uh, titelaspiraties moet hebben, toch? Ja, dus, dat... uh, en, en, en verder wil ik Er zijn twee wedstrijden onderweg, joh. Even, uh, even rustig. Hey. Het gaat <laughs> He? wel lekker. Zelfs zonder Noa Lang gaan jullie, uh, gaan jullie nog wel goed. Dus, uh... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik was ook op Lowlands. Maar ik heb dan wel de bal om gewoon aan te schuiven. Op maandagochtend. <laughs> um, ik heb dus helemaal niks gezien. Ik kwam er dus na de wedstrijd ook pas achter dat Noa Lang helemaal niet meegedaan had. Uh, door die blessure nog? hamstring of zo? Wat had hij iets? Uh, iets. Dus ja, dus ik, heb ik, het... ik heb helemaal niks meegekregen. Hoe vind je dat mijn... dan dat uh, Peter Bos nu al weg is als trainer dan? <laughs> ja, daar <laughs> had ik hem <dan> wel mee. <laughs> Hij was wel weer teleurgesteld, dat zag ik ook. Ja, Zo wordt er ja. een soort uh, running gag die iedere wedstrijd teleurgesteld is. Maar um, ik, ik heb er dus niks van gezien. Ik ben uh, vannacht thuisgekomen. Um, en ik moest vanmorgen de kinderen naar een of andere vakantieweek brengen. Dus ik heb de krant dan niet opengeslagen. Ik heb geen... Ik heb, je mail ik heb geen beelden teruggezien, ik heb geen studio voetbal gekeken. Dus jullie moeten me helemaal bijpraten. Ik nou, weet alleen dat het zes uh, punten zijn. Het, uh, uh, het is eigenlijk, eigenlijk als vanouds dat we een podcast over voetbal hebben zonder dat we <laughs> kijken. Dat is ja, ik, heb wel, ik heb wel bijna alles gezien. Ik heb bijna nou, alles gezien. Brandlos, maar, hoe was maar, het? Maar, ik ook, ik ook. Eerste helft was slecht hè, bij ons, toch? Of niet, Wilco? Ja, eerste helft was niet best, nee. Dat, uh, nee. Maar dan moet ik wel weer die uh, meneer teleurstelling uh, toegeven, meneer Bos. Uh, die uh, heeft het uh, in de tweede helft goed, uh, goed rechtgetrokken. Uh, ja, ze is wel grappig dat hij iedere keer met die teleurstelling begint. Hij doet zo denken aan mijn vrouw. <laughs> die begint ook altijd de eerste teleurstelling op te noemen, <laughs> en dat ook één keer per week waarschijnlijk. Nou, wel vaker hoor. <laughs> Waren uh, nee, uiteindelijk uh, gewoon netjes weggetrokken. Goede overwinning. maar... Ja, ik hij had Saimari die... erin gebracht in de, in de rust. En, en Vertessen stond erin vanaf het begin. En, en Schouten is er de uh, tweede helft in gekomen. Ja, al. Dat is een leuke speler. Die, uh, die schouten. Ja. Dat, uh, daar ga je nog heel veel plezier van uh, Maar heb je dan ook gezien? Want ik hoorde allemaal dat hij, dat hij niet reageerde op hoge ballen. Maar ik snap niet helemaal wat daar nou mee bedoelt. Hij. hij, hij... Ik weet het niet. Heb je het gezien? Dat hij dus hoge ballen durfde die niet te koppen? Of, of hij die greep niet in? Of? Dat, dat is mij niet echt opgevallen. Ah. Maar uh, als jij dat via de, de kanalen hebt gehoord, dan uh, ja. zal er waarschijnlijk best wel iets vreemds zijn geweest. Maar ja, uh, ja, maakt het uit. Ik het zal. Het was prima, het was degelijk. Het was, het was 3-1 zitten precies voor een uh, Europees tweeluik. Dus, ja. Ik denk dat, dat je grootste probleem is nog steeds gewoon zo'n zo gast als Ramaljo. Dat ja. was ook uh, de eerste helft weer uh, huilen met de pet op. Ramaljo is een soort onkruiddoek van de gamma, waarvan je weet, nou, meer in heel er het, wordt het teken, maar er is altijd ergens een paar van je slierte, onkruid die er ja. gewoon doorheen komen waar je niks tegen ja, kunt maar dat... doen. Maar dan, dan doek, maar, maar dan wel een worteldoek, maar dan wel worteldoek van 20 jaar oud. Hoe weet dat? Worteldoek van 20 jaar <laughs> oud, ja, ja. Bijna alles ja, komt erdoor. Een door. poreus worteldoek. Wat is het eigenlijk? Camayo is een poreus worteldoek. Nee, ja, ja, het is billenknijpen als er uh, als, als hoge ballen gespeeld worden of iemand diep gestuurd wordt. Ja, het is het een beetje het, de Hakim van PSV hè. Hij beamt dat hij een voetballer is. <laughs> dat in alles lijkt het alsof hij aan het voetballen ja. is. Maar dan ja. vergeet hij toch wel het belangrijkste, dat je die ballen ook moet aanraken. Ja, ik, maar ik, ik, voor, mij, voor mij is ook... Nu was ook uh, Bos begreep ik teleurgesteld, dat hij uitgesproken. Ja, uh... dan heb je toch... Je hebt toch, je hebt toch dadelijk... Ja, toch? Want schouten zouden ook nog uh, centraal achterin kunnen. Maar ja, dan mm -hmm. werd dus geschreven, ja, wat dan met de hoge ballen? Dus vandaar ja. dat ik dat... Uh, Okay, je, kunt ook gewoon, uh, je hebt nu Dest is erbij gekomen. Dan kun je These naar het midden schuiven. Ik heb meer vertrouwen in These, eerlijk gezegd, dan in Ramayo. Hoewel Ramayo ook gewoon weer een Paas over 50 meter kan geven. Ja, ik weet het niet. Het gaat punten kosten, die man. En, ja, dat en dat zeker in zo'n. Te, tegen Glasgow, gaat het, uh, daar gaat het mis. Daar kun je nu al. Het nou, dat is ja, ook wel zo uit. raar met die, uh, met die Schotse teams, dat, dat kan soms heel goed gaan uh, en dat kan ook gewoon dat ze als ze, de, als, als ze echt gewoon die spirit erin hebben ofzo, dan, dan staan ze met schuim op hun bekken te rennen 90 minuten Ja langer. thuis op Ibrox man, dan, dan, ja. dan redden ze echt het, uh, het vlees onder hun zolen vandaan. En, en, maar als, je dan, als ze daar een opportun en ze, en ze staan met 3-0 voor in de rust. met, met Ramayo drie keer uh, onderuit, uh, onderuit gaat. Ja, maar dan, heb je, dan, 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 dan gaat dus naar je, 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 je hele je Champions League ambities. voetbal je ja, daar ja, aan het diggelen... Ja. met zo'n mafkees achterin. Celny al schopt hij en kopt hij alles weg. Kan ook, hè? Ja. Dat is ook een onvoorspelbare gast. Maar ja. Maar Ik, ja. <laughs> Ik heb er niet zoveel maar, maar Het test is, is vastgelegd, Scotland, begrepen. Is, is, ja. In Schotland heb je, heb je na de tijd visio nodig. En in Nederland de pedicure. Is dat is een beetje het verschil. Auw. Dus we gaan, we gaan het zien. Ja, nou ja, ik, ik, um, ik vind dat ze het tot nu toe lekker doen. Net zoals AZ. Uh, dat gaat ook, uh, dat gaat ook uh, op ze. Want ik ben echt helemaal. Twente heeft nou, ook gehoord. Dus wij staan uh, Twente, AZ... AZ en PSV het, met, het, met het, zes het, punten. Het verhaal van AZ was natuurlijk gewoon de rukbeweging van Kramer. Die, ja, ja, ik vind het toch wel in goud, niet. hoor. <laughs> ik weet niet wat er is met die gozer. Het is, het is zelf mafkees, maar wel een authentieke mafkees. Weet je, wel. Ik, ik mag hem op de een van andere manier. En dan gaat iedereen weer boos worden omdat hij een rukbeweging. Maakte hij een rukbeweging? Beweging, gewoon... Ja, nadat hij de penalty erin had gelegd. Maar was het niet gewoon dat hij, dat hij probeerde een, 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 een kroket door zijn hand te laten bewegen? Dat was het niet. Dat was het. Daar was het, denk ik, toch? Ja, nee, er, zijn verschillende, er zijn verschillende interpretaties van. Eén uh, zegt, uh, ja, probeer een champagnefles te openen. Nou, dat doe je ja. niet zo laag hoor. <laughs> een champagnefles van 17 centimeter van vlees. <laughs> ja. Dat. Maar uh, ja, daar moet ik altijd wel op lachen. Maar dat er ook weer allemaal weer, weer gedoe over ontstaat, dat vind ik echt zo van jezus. Uh, over uh, studio voetbal, uh, daar heb je echt niks gemist erop. Je dat, ook eventjes? dat was weer Echt? terug naar de oude modus van de saaie nou, stofzuigertelevisie. Nou, Ik heb euh, niet gekeken. Pierre van Hoydonk zat natuurlijk op een strafbankje. Die mocht even niet aanschuiven, want die had een boeboe gemaakt. En, uh, en, en ja, Rafael van de Vaart, daar hadden ze stiekem alcoholvrij bier voor de voorstelling. Ja. <laughs> die hadden ze gewoon een nulletje gegeven zonder dat hij dat door had. Dus die was ook netjes. En dat is tot haar Jonker Jonkers, tot over vrouwenvoetbal te lullen. En zijn eigen loftrompet te blazen, omdat ze toch maar gewoon van de wereldkampioen hadden verloren. Dus ze ben gewoon een trol met handjes en voetjes. Echt, als je die aflevering terugkijkt, dan is dat alleen maar goed als je slaapproblemen hebt. Dat was echt fucking. Ik las wel heel kort. Ik heb dus ergens een Twitter in een berichtje dat Van der zijn excuses had aangeboden aan Affalei. Klopt dat? Ja, 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 meteen. Waarvoor dan? Nou, gewoon dat hij me heel eigenlijk had weggezet natuurlijk. Dat, ja, uh, oké, okay, dat vind ik direct wel. Ja, nee, dat, dat lijkt me ook. Ja, uh, en Van Hooydonk had ook excuses gemaakt. Ja, 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 via de advocaat. <laughs> advocaat. Maar dat is wel wat, hè? Dat is wel wat, hè? Dat je, dat je tijdens een aflevering even, uh, even je, je, je band met iemand... Uh, nou, sowieso is dat, was hij al naar de kloot maar dat je dan dingen gaat roepen. Waarvan je na de tijd geen bewijs hebt. En je moet, je, je moet dus via de advocaat moet je excuses aanbieden. En bij de NOS, terecht, zeggen ze gewoon: als je dat soort dingen gaat roepen. <laughs> misschien moet je even, even thuis blijven. Ja, dat maar, maar. Ik, had, uh, ik had een column van. Uh, ik denk, Chulot Massou gelezen. Ja. Ik denk het wel. Um, die ook schreef: ja, luister, wat, wat, wat willen ze nou bij de NOS? Want ze willen het spraakmakender en ze willen dat er, dat er dingen gebeuren en dat er. En dan gebeurt er iets en dan laat het eerst drie dagen laat het zaakje zwemmen. En dan gaan ze alsnog iemand, als ze zien van oh, het loopt nou uit de hand, dan gaan ze iemand schorsen. Ja, of, ja. of neem het een stelling. Of neem het voor je analist op. Ja, die uh, Stuart Ramshorst, dat is natuurlijk ook gewoon. Ja, dat is toch geen. Ik, ik heb eens een beetje ge, ge, gecheckt waar hij nou vandaan komt, die gozer. Weet je dat, dat hij ooit begonnen is als imitator? Van Tom Egberts. Nee, gewoon van... Ja, ook. Ik. Maar gewoon, hij, hij deed imitaties of zo. En hij heeft volgens mij ook het nummer Vakantie van, van Gerard Joling geschreven. Hoe die gozer in godsnaam daar terecht is gekomen. Het is, het is iets heel vaags. Daar ga ik nog eens een keertje een deep dive in doen. In, uh, in onze Ramshorst. Dat, uh, dat, is, uh, dat is een hele vage gast, is dat. Gewoon echt zo'n... Een uh, beetje zo'n kermisklant. Dat hmm. is... Ja, maar, ja, maar hij heeft, uh, heeft geen. geen, geen het, is, het is gewoon een beetje een pannenkoek. Hij heeft ja, maar... geen bovenlicht Nee, maar ik kan natuurlijk helemaal niet interviewen. maar het, het is ook helemaal niet. Zo, zo... Nee, maar kijk, hij heeft een liedje geschreven voor Gerard Joling. Maar het was ja. geen hit. Nee, maar dus... dat is wel logisch natuurlijk. De meeste liedjes van Gerard Joling zijn geen hit. Klopt, maar er zijn een paar die gewoon nazingt allemaal. Als die opstaat. Ja, maar die zijn een heel na de tijd, lang geleden hoor. Ja, en na de tijd om je heen kijken of de raampje wel dicht zat. Maar. <laughs> Als je een hits schrijft voor hem die niemand kent, nou, ja, dan ben je inderdaad wel geschikt voor een studio voetbal. Ja, het is, uh, ik, zal, ik zal nog eens een keertje het hele lijstje, ik ga de Wikipedia pagina nog wel eens doorpluizen. Uh, Thijs, uh, jij, uh, jij zal ook wel een goed, goed gehumeurd zijn. Zeg je tot, uh, geen gefeliciteerd tegen mij dan? Gefeliciteerd, hartstikke mooi. Zes punten cool. binnen, hartstikke <laughs> goed. Uh, ja, de Champions yeah. League plek longt hè? Je staat tweede. <laughs> Nee hoor. Nee, het is. het gedeeld eerst toch? Het, het is niet goed. Nee? Nee. Het is, um, het is wel goed hoe ze uh, uiteindelijk gisteren tegen Zwolle. Uh, ja, ik denk dat het de laatste kwartier, de laatste twintig minuutjes. Dat je echt een team zeg maar kapot hebt en dan ook afmaakt. Daar was ik wel blij mee. Mm -hmm. Waardoor je wel uh, gewoon ook echt wint. Want we waren natuurlijk bij 1-0. We, we, ja, het enige wat ik zeg, maar dat heb ik wel uh, vaker geroepen. Dus ik zeg altijd: ja, misschien lag dat aan Twente. Maar volgens mij is Pek echt niet goed. Um, maar dan krijg je wel een penalty tegen. en het is het wel 1-1. En, uh, en dan in het begin, tweede helft, uh, gingen we er best wel op. Dus ik dacht: oh, met dit opportunisme, oh, dan komt het wel goed. En, maar ik merk dat we gingen meevoetballen met Pek. En dat is natuurlijk nooit goed als een tegenstander niet kan voetballen. Want dan krijg je echt, nee maar dat is echt, dan krijg je zaadpot. En uiteindelijk ging dat goed door de wissels die we, die we ingebracht hebben. Van had uh, dus een basisplek, die was bijna onzichtbaar. Die stond elke keer achter iemand waardoor die niet aan te spelen was. Ugalde, onze spits. Ik, ik, ik heb hem niet eens gezien. Ik weet niet of je het op televisie hebt gezien. Deed hij mee? <laughs> Uh, nee, maar dat zegt wel wat. En dan heb je Van Wolfswinkel, die misschien niet de man is die direct uh, uh, scoort, vermogen of dat, maar die trekt wel zo'n team mee. Maar achterin uh, van, uh, van Rots, Daan Rots heb je Mats Rots. Volgens mij is die jongen 17, hmm. die deed linksback. Ja, die is nog een beetje. Wanneer kom ik mee op, wanneer niet. Maar je ziet Van Wolfswinkel gewoon dat sturen. Dus ja. die, je ziet gewoon vanuit het stadion Van Wolfswinkel tegen Rods zeggen zo van: Nou, nah, kom nou maar mee. Blijven, dat, en dat, vind, dat vind ik wel echt tof om te zien. ja, Het feit dat een linksback van 17 jaar mee naar voren moet, omdat we geen buitenspelers hebben. En hoe heet die? Volgens mij Mats Rots. Twee rotsen? Ja, we hebben Daan Rots, zijn broers. Ja. Oh, ja. grappig. Ja. Maar die Daan is wel een goede speler hoor. Ja, ja maar dat is kan... dat... die heeft dan tegen Riga weer een boek. Hoe oud is die man. nou? Ja, die zal twintig zijn of zo. Ja, maar maar die... dat is toch ook nog echt wel heel jong hè? Ja, maar dan wordt hij wel er nu zo'n beetje voorgegooid als buitenspeler. Die het net niet heeft nog. Ik zou hem ook niet eens weg willen doen. Want je ziet aan alles dat hij. Maar dat, dat, dat kan niks. We hebben links buiten helemaal niet eens. Ja. En dan komt in de tweede helft uh, hebben we die Una Vark komt erin. En dan zie je ineens dat er een jochie binnenkomt die kan voetballen. Um, ja. Flap kwam erin. Uh, ik vind dat dat de nummer tien moet worden. Puur komt zijn ervaring. Maar toen die jongens erin kwamen, toen werd het ook echt beter. Het enige wat ik, wat ik wel wil zeggen is. Uh, dat je als voetbalteam. de ene pepernoot van kan. Dat snap ik. Maar ik vind wel dat een scheidsrechter. wat eerder mag ingrijpen. wanneer ze echt zo hard gaan schoppen. We hebben Brunet kwijt, geblesseerd. We hebben Rugeer. Die was ja. tegen, uh, tegen Riga echt goed. Die mocht nou in de basis beginnen. En wat is, 17 minuten of zo, eruit geschopt. Ja. Als je de twee uitschopt. In de in de tweede wedstrijd, terwijl wij moeten ook Europees naar Fenerbahce. En het is alleen maar dat je dan in de tweede helft een beetje met geel gaat, gaat gooien. Dat, 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 dat was wel, dat, in ieder geval, ik was niet de enige in het stadion die zich daar best wel boos over maakt. Weet je wel, je kunt, je bent echt te laat en je schopt gewoon onze spelers naar de tyfus. Ja, dat, vind ik, dat, we, dat was eigenlijk onze woede. Dus we waren die, natuurlijk... Die was de scheids. ze beloek? Ja, maar ja, je zegt net, jullie moeten ja. straks tegen Fede badje Ja. <laughs> ik, nee. zie, ik, ik zie verband hoor. Ik, zie ja, daar... maar, hey, ik, eis, nee. ik eis kamervragen. Kom nee, op harde... opzicht. Nee, Wilco, een harde partij, ja. hè, dat is heel wat anders dan een team wat gewoon door... door, door Wilco, eigen... maak een grapje Thijs. Weet ik, weet ik. Is, hè? Dat was het. Hè. Nee. En, en Thijs reageert thuis. zoals eigenlijk iedereen: niet lachen. Nee. <laughs> ja, dat kwam ook. Nee, ik maar, maar, maar de... het, was, nee, het, was, nee. het was gemeen. Ja, onmacht. Ja. Nee, maar nee, het was onmacht. On on uh, kijk, als je hard speelt, dan kun je gewoon naar spelen. Weet je gewoon, dat je een duel aan gaat. Dan ben je, dat, dat, dat is hard voetbal. Ik denk dat daar spelers ook wel op getraind zijn. Maar als je gewoon niet kunt voetballen, elke keer te laat bent en dan elke keer. Terwijl je zegt dat je voor de bal gaat, die al gewoon vier kilometer verderop ligt en je schopt echt naar Het leek alsof onze spelers gewoon zo'n schop niet verwachten. En dan krijg je gewoon dat je er gewoon uit wordt geschopt. En ja, nadat neer neerging, nou echt nog geen twee tel later, ik weet niet welke, welke speler het was, maar ook weer één van ons, die lag ook alweer. Dat ik dacht van ja, je moet als scheidsrechter echt wel nu gaan zeggen van dit kan echt niet, want je bent ja. gewoon op selectie naar de kloot aan het schop. en ze kunnen er echt niks van. Jullie ja, is... moeten mensen... tegen Phil en uh, uh, Kun je zwallen op? Kunnen we niet zwallen nu al aan degraderen? Dat we er gewoon al vanaf zijn? Stand, een... back, back, back. Zouden we uh, een actiecomité. Stand, ja, back, back. Back, back. Backpack. Backpack. <laughs> nou, dat, uh... back back. <laughs> nou, dat is niet het enige wat uh, gezwollen is. <laughs> al die fouten van de FC 20 spelers <laughs> Nee, maar uh, ja, die, weet je wat? Ja, is ik, hoop met, voor met, die jongens, ik hoop voor de jongens dat meevalt. dan ben ik echt. Weet je, het is dus altijd het gelul met die, met die kaarten en zo. En dan zie je af en toe, zie je gewoon uh, een rode kaart gegeven worden. Dan denk je echt, yes, waar, waar ging dat over? En dan zie je weer even verderop, zie je weer iemand eruit geschopt. Ja, heb jij bij, ons gezien, uh, uh, Wilko? Ik heb de, de samenvatting licht. gezien. Nee, oké, okay, maar bij ons werd dus in de eerste een minuut of in de tweede minuut. Er en een speler onderuit geschoffeld. Ja. En we weten allemaal dat de regel is: ja, maar als dit begin gebeurt, krijg je toch nog geen kaart. Waarom niet? Als dat je veel ik te laat niet. bent, waarom als de bal al lang weg is. en je schopt gewoon iemand gewoon fucking onderuit. waarom zeg je als scheidsrechter gewoon: hey, hallo? Heb je hem uh... meteen te pakken? Nou, het bijzondere is, als je er in de tweede helft in de 70ste minuut inkomt. en je maakt in de 72ste minuut een identieke overtreding... word je er wel uitgestuurd. Ja, precies. Voor hem is het dan ook pas de tweede minuut. Dus ik, uh, ik vind ook bullshit. En in welke minuut, het moet overal op dezelfde manier objectief gekeken worden naar wat, wat is de overtreding, wat is de straf. Punt. Ongeacht welke minuut het is en welk sentiment er op het veld heerst. Dat en je is toch uh, gewoon, gewoon. Van Bommel is dat uh, ooit. Uh... Is dat nee, zo? Maar... geïntroduceerd, hè dat je in de eerste minuut ja, ongegeneerd heb... iemand in, in moes kunt trappen? Nee, het is, altijd, <laughs> het, is ook, het is ook altijd zo. Want toen ik vroeger voetbalde, ben ik naar die selectiedag van Twente geweest. Dus zo goed was ik. <laughs> nee, ik was gewoon te traag, maar ik was wel een goede voetballer op dat punt. En daar werd mij dat al verteld, omdat ik de laatste man was. Wat je daar al door de trainers vertelt, nou ben dan tien of zo. Wat je al gezegd van. probeer bij je eerste duel. wat harder erin te gaan. want je krijgt geen kaart. en de, en de tegenstander is toch geschrokken. Dus dat wordt je ook aangeleerd. dat weet ik. Maar als je, dat, als je dat dan ziet. ik denk van ja. als we. Weet je, we hebben een fucking var. Die alles, die alles terugfluit. en terugroept. Ja, af en toe denk ik van. Dan, als hij er dan toch zit. dan gebruik ik hem ook maar. Ja. Ik weet ook niet trouwens. misschien was dat op de samenvatting. want ik heb de samenvatting ook niet gezien. We kregen in een, een minuut. 80 of zo kreeg een varmoment. moment. Weet jullie? Weet je waarom dat was Wilco? Uh, nee. Oh, want wij waren in het stadion zo van, is daar ergens hens gemaakt? En toen was het nog maar 2-1. en dan denk je, die fucking pek krijgt straks nog een panel. <laughs> en dan wordt het gewoon 2-2, joh. Ja, uiteindelijk werd er niks meer gedaan. Maar dat is echt kut als je in het stadion zit joh. Ik, je ik weet niet waarom die, het is. Die, die laatste goal van Flap, dat vond ik toch wel. Die, die zat er toch wel weer grappig in. Ja, die... nou, was wel heel geel. Was ook wel echt goed ingeschoren, Ja, waar, Want wij maar zijn... ook zo mooi zijn... via de achterkant zo weer... Jawel, maar wij zitten korte zijde, dus je ziet... Uh, de... Wij zitten rechting over de gol daar. En je nee, ziet... kom eens bij de microfoon zitten, jongen. Sorry, sorry, sorry. sorry. Ik, wou, <laughs> ik, wou het uit, ik wou het uitbeelden. Nee, maar je, je, je zit daar recht achter, achter die vrije trap dus. En je zag dus die muur neergezet gewoon. Ja, hoe de keeper gaat staan, dat klinkt dat allemaal wel logisch. Ik, denk, ik, ik vond de muur wel heel erg naar één kant. Dus ik denk gewoon, dit, dit gaat linkspoort doen. En toen ging Flap met rechts aan die kant van de muur langs. Toen dacht ik, oh ja tuurlijk, dat kan ook. Want daar had de keeper ook niet voor. Het was echt wel uh, gaaf 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 ja, Het zat uh, uh, gaaf lekker in hoor. Nou, dat, uh... ja. Ik vind het altijd zo mooi als die bal dan zo de, de andere kant op vliegt. Weet je, dat hij via de binnenkant van die paal. En dan is het nog, nog eventjes zo. Van, zit hij er nou wel of niet in? Het is een spannende goal is dat. Zo van. Soms ja. heb je het wel eens dat hij van de ene paal naar de andere paal gaat en dan pas erin gaat. Weet je, dat je helemaal gek wordt in zo'n stadion. dan heb je drie van die o-momenten. Ja, vorig jaar flap pas gescoord uh, in de ene laatste wedstrijd, of zo. En nu heeft hij er al twee in liggen, volgens mij. Beide wedstrijden. Dus uh, het is bij ons gewoon, als wij wat creativiteit nog op middenveld krijgen, want met Sadilek heb je een stafzuiger, dat is niet normaal. Mm -hmm. Die loopt volgens mij in, uh, in de honderdste minuut in hetzelfde tempo dan in de tweede minuut. Maar als we dat, uh, en we zouden echt aan de buitenkant, maar volgens mij hebben de uh, grote jongens bij Twente dat ook wel gezien. Dus ik denk dat Bruggek daar nog wel wat doet. Dan hebben we volgens mij voor, uh, voor de divisie een heel leuk team. Wat, wat, ja, wij ja. Met, uh, wat wij met Ajax-spelers uh, hebben, hebben jullie met PSV-spelers inmiddels, hè? Dat ze bij ons wel wat doen. Nee, maar dat jullie echt wat een rijtje. Jullie hebben er drie of vier op het veld. En dan Brugging, Dochterwijn. Je hebt hier het Je hebt Brenet. Sadilek. Ja. was er nog ja. meer bij gekomen. Uh, dingen toch ook? Uh, is die, ah, ja, we hebben code, ook al aardig, aardig wat ajax spelers ook. Ja, ja nou, is, uh, is je ja. huur, maar niet op tot koop. Reger is gewoon aan ons toegekomen volgens mij. Ja. Hebben ze nog wel weer een, een soort terugkoop bij. Als die echt uh, toch goed blijkt te zijn. Wat die fucking is. Ik snap, ja. echt, niet dat, ik snap echt niet dat Ajax zulke jongens wegstuurt. Ik, nee, ik... maar dan ook niet als je ziet wat er dan blijft. Hè? Dan, dan, dan heb je gewoon wijn. Laten we het even over Ajax hebben, Wilco. Hoe was het? Ja, eh... Uh... Ah. Ik, ik, dat zinnetje, een pakketje schroot met een dun laagje groen, was het eerste wat in me opkwam. Het is nog steeds niet goed. Wat ik vorige week ook al zei: van ja, het klinkt leuk, uh, 4-1 winnen. Maar ik was gewoon uh, best wel troosteloos hoor, zeker die eerste helft. Het, het... Ik heb zaterdag gespeeld met, uh, met Wilco Raf <laughs> en Ajax moest best wel op tijd dus ik zeg hey Wilco alles goed ik had dus in, in um, Utrecht gespeeld maar dan mm. de eerste set in het comedycafé en dan snel doorlopen naar het Comedy comedyhuis dan kun je daar een tweede set spelen dan doe je de twee op de avond en toen kwam ik bij Wilco was daar pauze <laughs> en we niet gaat over hé, hey, hoe is de sfeer op de avond hier met comedy nee dat Ajax <laughs> <laughs> ja, het was ook wel echt waar het was, het was echt een verzoeking, want het, het ergste is gewoon natuurlijk dat, je, dat je, je speelt daar op dat kunstgrasveld, het is al een klein veld, en uh, dan hebben ze, de, voor de wedstrijd begint, hebben ze dan nog een beetje gesproeid, maar dat kunnen ze dan in, in de rust niet meer doen, want er was iets mis met het sproeisysteem. En, ja, dat is natuurlijk een kutsmoes. Nee, maar, nee, maar het, is, het, het, is het kan ook zo een zo Ja, Het is en het zo amateur. Ik, ik begrijp zoveel dingen niet. Die kudos, die zit nu in een transversoop. Daar kan je misschien 45 miljoen voor vangen. En je stelt hem gewoon op in een wedstrijd tegen Excelsior. Met kunstgras wat niet besproeid is. Hoe graag wil je dat die gast gewoon alles afscheurt. En dat je negen maanden in de ziekenboeg met hem rondloopt. Dat is... Maar hij, heeft, hij is ziekeblaseerd geraakt, nee, toch? Nee, nee, nee. Maar het, dat, dat is toch een rare. Weet je. 45 miljoen is best wel een hoop centjes. Ja, maar wil ik wel. Als ze hem niet hadden opgesteld en ze hadden twee twee je gezegd hoezo laat je je beste, je beste speler op de bank zitten als je als je ziet dat je, dat je niet naar de overwinning onderweg bent. Waarom breng je die... Dus achteraf ja, ja. is het... Uh, het is ja, natuurlijk dat, dat, wel dat, is, zo dat als je hem kunt verkopen voor 45 miljoen, maar je kan er niet meer winnen tegen Excelsior, dat is ook <laughs> wel kut. <laughs> Ik begreep, dat ze bij ons uh, 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 de rekening houdt dat er een bot van 30 miljoen op Bakker Joko komt. Ja. Nou weet je, ik zou, ik zou, dan zou ik hem wegbrengen. Onderweg krijgt hij nog een cola en een sandwich ook van mij. Want, <laughs> want, uh, <laughs> en, dat, en, en dan breng ik hem hoogst persoonlijk naar, naar ja. Liverpool. Of waar was de interesse vandaan? Even voor de luisteraars. Ik zie op dit moment Rob een broodje smeren. <laughs> <laughs> ja, nee, nee. Maar goed, uh, 45 miljoen is dat, is dat voor Koeroes gaan ze betalen? Ja, dit ook. Ja, dat is, dat is crazy money allemaal. Maar daar ja, heb je deze week wel weer uitgegeven, toch? Ja, zo langzamerhand. Uh, dat, dat, gaat wel, uh, dat gaat wel rap jaren We hebben nu weer een uh, gast van, uh, uit België, die Avila of zo. Ja. Die moet dan uh, links uh, back worden. 20 miljoen, want... ruim 20 miljoen voor betaald. Ja, het is, het is een linkse centrale verdediger en, en linksback. Dus ik weet niet wat dat met Hato uh, gaat doen. Uh, het Lijkt mij dat je die jongen gewoon... Van Antwerpen komt hij toch? Ja. Was, was vorig jaar gehaald voor uh... ja, van Overmars, 12 en een half volgens mij. twaalf en half gehaald, maar ja, het is, die was uh, voor drie of zo gehaald vorig jaar. Maar uh, ja, ik, ik, zolang het maar niet de ontwikkeling van die Hato in de weg staat, uh, vind ik het best, want ja, Wijndal is dramatisch, dat is echt verschrikkelijk. Dat, dat kan gewoon niet en die andere. Die uh, Salah Eddin, dat, dat vind ik nog wel gewoon zoiets van, die gast wil ik nog wel een kans geven. Wijndal loopt echt al heel lang rond. Salah Eddin, he? waar komt hij nou vandaan eigenlijk? Die heeft, uh, uh, vorig jaar was hij op huurbasis bij ons. Ja, en oorspronkelijk er... uit de jeugd van Ajax. Maar die, van die is, Ajax. Ja, maar die is er niet aan aangekomen bij ons, omdat uh, voor mij Salah edin is dat ook uh, middenveld? Ja, in principe is uh, het middenvelder, maar speelt nu uh, linksback. Ja, oké. Okay. Wij hebben natuurlijk. Ja, nee. Hij, is, we, hij was voor ons ook voor die positie gehaald. Maar daar was Gijs Small En die was ja. zo goed gewoon. dat hij bij ons niet gespeeld heeft. Ja, een paar keer invallen, ja. Maar het is natuurlijk wel zo. als je achter uh, Gijs Small staat. en je bent nu eerste uh, Ajax. dan denk ik. Terwijl dat hij het echt kan, hè. maar hij is er ook nog niet. dus. Nee, maar dat is een, dat is een vrij jonge yeah. gozer. die heeft net één nee, jaar jullie allemaal voor 20 miljoen, man. Ja, maar het ja, kost wel een hele selectie. Er wordt zoveel met geld gegooid. Terwijl ik denk voor, voor, voor spelers echt waar. Ik nee, dacht, ding... maar die, die, die Afila, of weet je die? Ja, Avila die, die was ruim 10 miljoen. Nee, die andere gozer. Die, die ze, die, oh, die ja. Soetalo. Ja, die was. Ja, ruim dat, dat, wordt, dat wordt echt ruim 20 miljoen zelfs. Maar ja. dat, is, uh, dat is dan ook wel een uh, international <kwijnt> van Kroatië, dus dat, dat snap ik dan wel. Uh, maar, maar wat, uh, ik, ja. wat, ik wel, wat ik wel van stond te kijken, uh, Wilco, want ik heb een beetje meegekeken, dat was dat ik tegen Herakles echt dacht van, wow, weet je wel, oké, okay, Herakles uh, uh, en, 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 en Ajax, maar dan zag ik af en toe best wel wat combinaties dat ik dacht, nou, dit Ajax gaat misschien nog wel meedoen, maar ik, wat ik afgelopen zaterdag zag, dat was echt bedroevend joh. Jezus. Ja, er zit helemaal geen. Er zit. Wat ik ook vorige week al aangaf, er zit gewoon geen, uh, geen beweging voor in. Weet je, niemand trekt een gat voor een ander, dat soort dingen. Uh, Bergwijn vind ik echt bedroevend slecht. Die, dat is echt gewoon. Dat is echt de grootste miskoop geweest. Weet je dat nadat hij vertrokken is van PSV, heeft Bergwijn nooit meer een normaal seizoen gedraaid. Dat je gewoon een consistent seizoen draait. Het is altijd. Vier wedstrijden is het best wel goed. En dan is het weer helemaal niks. En dan is het weer twee wedstrijden leuk. En dan weer helemaal niks. Weet je wel, bij ton, to, Tottenham. <laughs> <tosses> Ik ga het leren. Ik ga het leren. Na, na, na tien jaar. Zeg maar podcast. gewoon, als je niet kunt, als je niet kunt hè, zeg gewoon de Spurs. Ja. Bij, 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 die, bij die ploeg uit Engeland. <laughs> die, ja. die, won, die won met 2-0 van Manchester, hè? Ja, en terecht ja dat is Een leuke coach voor die uh, postdock Google of zo. Uh, die uh, gasten die vorig jaar, uh, volgens mij, Celtic deed die. Die, die had ik nog opgegooid als mogelijke coach voor Dus voor Dat is wel een leuke, maar uh, nee, dat, uh, die, die doet het nu wel goed. Ik heb trouwens die wedstrijd wel een stukje gekeken, maar de Spurs waren ook echt veel beter. Ook, ja, ze spelen leuk voetbal, dus dat is ook aanvallend. Ja, hebben ze ja. gewoon uh, gezegd: nou, ga gewoon 20, 30 meter verderop op het veld staan. In plaats van die uh, vervelende content move: van dat je gewoon alles uh, achter dicht Dus uh, ja, dat, uh, dat wordt weer een beetje leuk. Ze zijn wel hun beste speler natuurlijk kwijt, ja. maar. Uh... Bergwijn. <laughs> nee, niet Bergwijn. <laughs> Maar het is, het is, het, ik, ik weet ook wel dat ik gewoon nooit, Brobby, uh, mijn lotto-formulier laat invullen. Want dan zit hij er steeds net naast. <laughs> dat is echt niet ja, normaal. Dat, ziet, dat begint er wel heel erg, heel erg knullig uit te zien. Hè? Die heeft nu één goal gemaakt, maar hij heeft volgens mij 47 kansen gehad. Dus ja, ja is... maar hij staat ook na de tijd te jang in de camera alsof hij een kind is wat een lolly uh, is afgepakt. Jezus. Ja, dat is gewoon simpel, moet gewoon erin. Ja, dat is gewoon moet gewoon erin. Het is gewoon simpel, moet gewoon erin. Ja, uh, doe het dan. <laughs> Op zich is dat wel waar. Je kan soms in antwoorden hoor je een soort hogere wiskunde. Waarvan je denkt: nee, je kan gewoon als je de bal aanneemt. tussen de paal proberen. Dat is eigenlijk een beetje waar het om draait bij voetbal. Ik, hè? Moet, ik moet er terugkijken, merk ik wel. Was het, uh, was, maar, maar was het omdat er veel kansen gemist werden? Heb je daarom gelijk gespeeld, Wilco? Of, of was het ook gewoon. Ja, dat wel. Je had gewoon verdiend te winnen. Ja. Nou ja, hier moet je wel, zo... wel. Het is ook zelfs, zelfs omdat, het, omdat het niveau misschien kut was, maar als je naar de kansen kijkt... In je had zo... gewoon 5-2 of zo, had je daar moeten spelen. Dat sloeg helemaal hmm. nergens op. Maar het was je hebt het voorgestaan echt... of heb je... Ja, ja. Het was 1-0 en toen uh, Brobby. Uh, het... Wat wel heel erg tof is, is die Forbes. Die is nog een beetje onbeholpen, maar die is snel. we die, die ja, hebben, tenminste... hebben vroeger Edwin Frankrijk gehad, die was ook snel. Nee, maar het is echt, het is, het is een, daar gaan we heel veel lol aan hebben, die Forbes. Dat is echt een leuk spelertje. We hebben het in Frankrijk gehad, daar hebben we ook heel veel lol aan gehad. Dat was <laughs> kapot gelachen op de tribune. Omdat wij dan <laughs> ja. toch allemaal vijf van voor Snelheid alleen is inderdaad lachwekkend af en toe. Wij hebben vertessen, dat is ja, af nee. en toe is het om te janken inderdaad. <laughs> ja, maar goed. Vooral, vooral op de naaktfoto's die die aan iedereen verstuurt. <laughs> <de> <laughs> Nee, maar, maar, die, uh, maar het leuk. De gaat de ook heel snel. <laughs> ja. okay. en, uh, en ik hoop op die nieuwe Denen, die, uh, die back uh, die ze uit Denemarken hebben gehaald, die maar Hebben jullie daar gewoon jullie daar zeven of acht nieuwe? Negen denk ik wel. Basisspelers. Ja, een stuk of negen. Dat is niet normaal joh. Ja, is bizar. Heb je gewoon bijna het complete team vervangen? Ja. Ja, was ook nodig. Ja, als je, je Tadic uh, ja, ja. gratis de deur uit laat wandelen. Zo. Meneer, uw, uw privéjet staat klaar <laughs> voor de volgende En woord. En, uh, maar, en moet, komt denk, er Wij moeten tegen Ja. 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 Wat, Hé, hey, wat, maar Berghuis, wat, gaat, hij, gaat, hij, gaat hij weg of, of komt hij dadelijk weer gewoon terug als de grote man? Uh... Nou ja, hij heeft drie uh, wedstrijden schorsingen, toch? Dus uh, volgens mij, ja. Uh, dus ja, die zal. Als hij niet verkocht wordt, dan, dan is hij er gewoon weer. Uh, is er is sprake van dat hij verkocht gaat worden. Ik, uh, ja, je, nee, er, is, er is sprake van dat iedereen verkocht gaat worden, lijkt wel, uh, weet je wel. Je hoort ook dat gedoe over Klaassen, je hoort dat gedoe over Berghuis. Uh, ik, vind het, ik vind het wel bijzonder dat Klaassen dus gewoon, gewoon ongeacht wie er allemaal weggaan, nooit meer, nooit. de rest van heel zijn hele leven nooit meer in aanmerking komt voor een basisplaats, lijkt wel. Ja, nou ja, hij, stond, uh, hij, uh, hij, hij kwam er in en dat uh, was wel echt wel weer goed hoor. Uh, want je ziet, hij maakt toch die 2-2 uh, die en hoe die er dan voorkomt en, en toch eventjes dat sprintje in die 16, dat, uh, dat was gewoon klasse. En hij, ja, ik begrijp gewoon niet waarom hij zo weinig krediet hebt in uh, Amsterdam, omdat hij, hij heeft... Hij heeft de, de, de Johan Cruijff Award weet je wel, van het beste talent heeft uitgewonnen. Hij, hij heeft de gouden schoenen. Dat was in 1983 toch? Nee, maar het is niet een pannekoek, weet je wel. En, en dan heeft hij dan, oké, okay, in Everton ging het niet best, maar in Werder Bremen heeft hij prima gedaan. Uh, het is toch gewoon een gast met heel veel ervaring. En, en statistieken zijn gewoon goed. En als ik nou gewoon, gewoon moet kiezen ja. tussen gewoon Klaassen, uh, als hij dan geen plek hebt op het middenveld, zet hem dan maar gewoon rechtsback als je Rens hebt. Want dat is echt een veel betere voetballer. <laughs> klaar. Weet je wel? Ik snap het niet waarom die gozer zo. Ja, dus dan snap niet. ik als, als, als de hele as van het veld verdwijnt. Ja. En, en er worden allemaal nieuwelingen gehaald en jongelingen. En nog steeds blijf je te bank zitten. Dan zou ik dat mijn conclusies ook uittrekken. Als ik, ja. uh, ik klaar was. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad. Wat uh, ja. maar maar moet is je dan ook, je dan ook doen? om? Uh, lijkt ja, me niet de speler die uh, die keiharding de coach zegt. Uh, ik ga weg als je me niet opstelt. Het lijkt me meer gewoon. Ja, het is je, ook een jongen van de club. Als je hem, aankijkt, als je hem aankijkt dat hij gewoon zeggen, mag ik daar wel alsjeblieft nog meer doen? Nou, dat geloof ik dus niet. Maar hij, hij moet wel echt gewoon een keer een tondeuze over zijn kop halen, hoor. Want dat, dat, hij ziet er nu uit als een soort duivenkuiken, en dat met een paar van die plukjes haar nog. Wat er, dat, dat, dat kan echt niet meer, joh. Ga gewoon, gewoon die tondeuze eraf. Kun jij uh, dat af, niet doen, uh, Wilco? Ga voor de portierlook, <laughs> dat, is, dat is gewoon echt wel de enige tip die ik heb geven. Misschien straalt misschien hij dan ook wat, wat straalt hij dan met meer autoriteit uit. Hij gewoon, <laughs> dan wordt hij wel weer opgesteld. Maar, hij wordt gewoon wat opgesteld omdat hij zijn haar eraf heeft gedaan. Dat is wel gaaf. Hey jongens, uh, Tim is er even niet. Uh, maar wat is er daar aan de hand in de Kuip? Hebben jullie dat nog een beetje meegekregen? Ja, ik heb de wedstrijd meteen, niet gezien. Maar... Nee, ja, ik ook niet, omdat ik uh, tegelijkertijd uh, speelde. Ik heb ook geen samenvatting gekeken trouwens. Het was ja, natuurlijk heb... wel heel, heel gek dat, dat je in het stadion zit. Dan kreeg je zo pling bij ja. de tussenstand. En dan stonden ze gewoon 2-0 achter. Ja, echt bizar. En echt, ja. een, ah, Sparta gaat dat... Het... Ik, ik, ik vind Sparta toch... Het is echt een leuke ploeg gebleven. Weet je wel, de coach is dan weg. Er zijn een paar spelers verkocht. Maar ze hebben echt gewoon een, uh, een prima ploeg. En de sfeer zit daar goed in. Dan kan je toch gewoon met best wel... Ja, gewoon middel of the road voetballers, want er zitten niet echt grote sterren in dat team. Uh, heb je toch gewoon uh, ja, een, een ploeg die voor elkaar uh, de problemen oplost. Je, je ziet ze gewoon ook, ze waren wel de tweede helft, lagen ze onder vuur, weet je, wel. Dus dan, uh, dan, dan was het echt wel knokken. En dat doen ze dan ook. En het zweertje op het kasteel was ook goed. Dus uh, ja, ik vond het een hele leuke wedstrijd. Gewoon omdat het scoreverloop prima was. Uh, en ja, ja. En, maar je hebt natuurlijk wel dat Feyenoord vorig jaar, dat we af en toe bij een mindere wedstrijd, dat je toch dacht, maar ze winnen hem toch wel. Ja. En dat, dat uh, nu al, het is nog maar wedstrijd 2 en, en, en de selectie is goed genoeg, daar gaat het niet om. Maar je denkt toch wel van, ja, je hebt nou wel twee keer gelijk gespeeld. Het ja, niet, en... Het gaat niet oh, zo oh, makkelijk. Ja, maar oh, 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 de selectie is goed genoeg. Als je twee keer gelijk speelt, dan iets klopt er niet. Ja. Nee, maar ik denk qua iets, spelers. Iets. Dat dus, dus of het zit in de teamgeest. of het zit in de chemie met, uh, met slot die over is. of is uh, Kutchu toch te belangrijk geweest. en uh, is dat de volledige smeerolie van de machine geweest. Maar iets klopt er niet nu. Ja, ja, die fout maak je één keer. Maar gisteren zou je die fout. dat mag natuurlijk niet. Nou, hij zei zelfs omdat ze ook 2-0 achter stonden. Hè? Ja. ja. Kijk, je kunt wel van 2-0 achter naar 2-2. dan kun je zeggen. oké, okay, dat is dan gelukt. Dus, dus damage control. Maar als je bij Sparta 2-0 achter staat. Ja, inderdaad, daar ben ik dus met je eens. Maar dat, had, dat hadden we niet verwacht. In ieder geval, ik niet. Nee. nee Hebben nee, ze ja. zichzelf wellicht overschat? En, en ik heb ook het idee dat, uh, vorige week zei Tim dat zelf ook: uh, uh, ze hadden Zeruki gehaald. Uh, waardoor Zeruki op de plek van Wieve en Wieve uh -huh. op een andere positie. En dat ze zeiden: dat moet je niet doen. Dus Je hebt nu, Wieve weer teruggezet ge op zijn eigen positie. Mm -hmm. Waardoor Chiruki uh, wissel stond. Um, dat ik heel erg uh, het idee heb: is Chiruki nu niet gehaald in de zomer omdat er al wat was afgesproken? Want zo lijkt het helemaal niet dat hij nodig is. Ja, het is een beetje uh, driedubbel bezet, die ene positie, en de rest van ja, de zomer niet. dan. Ja, ik denk dat, dat Rob ook wel eens gelijk kan hebben dat, uh, dat, dat de, de grote. Ja, de, toch wel uh, de grote favoriet van Tim, uh, Kutchu dat die toch wel heel belangrijk is geweest, maar ook qua Team Spirit En, uh, en in die kleedkamer achter andere gasten een aan zitten, dat soort dingen. Ja, ik, ik denk dat dat uh, onbeschat is. Nou ja, en en uh, ik denk dat zij inderdaad, ze, ze, ze hebben altijd uh, vanuit een underdog positie, hebben ze uh, zichzelf kunnen overtreffen. En nu, ik vind dat ze vrij uh, matig geïnvesteerd hebben in hun team. Um, wat bij mij dan ook weer overkomt te zijn, of nou, weet je, dit, uh, dit, dit was prima. En onze sterfspeler gaat weg, maar hier redden we het ook wel mee. En uh, ze moesten nu ineens hun titel gaan verdedigen. Uh, en, en dat hebben we hier Tim ook uit horen spreken. Maar daar wordt, uh, we zijn met de winterstop al kampioen. Dat was een beetje de tendens. Zoals er gedacht werd. Het, gaat, het gaan we gemakkelijk uh, toch? Ja. Er is maar één, één titelkandidaat en dat is fijn wordt. En ik denk dat ze daar op, op, met, met die druk. Niet kunnen, niet of weg nee, kunnen ja, en Ik denk ook, ik denk ook dat, dat na vorige week al, dat we toch dachten: van oh ja, want ik, ik, ik net wij zegt, in een podcast ging het al zo van ja, Ajax, dat is ma, Nou, dat hebben we ook gezien. Ja. <laughs> die gaan geen kampioen wonen. En bij PSV is het over, ja, met Bosch en met dit, maar die zijn ook nog niet ver genoeg en het grootste gedeelte van ons team is blijven staan. Ja, ja. ja eh, eh, het is ook uh, uh, een coach die door wil bouwen. Ja, het zijn allemaal dat achteraf, de hokken in een normaal ook niet van, maar als dat niet gebeurt... En we zijn pas twee wedstrijden onderweg, hè? Maar ja, de, dat is ook... is ook er een bij rekenen. Er zijn drie wedstrijden ze niet We kunnen ook pas na de winterstop beginnen met de podcast. Ja. Het is die toch dat we nu mogen evalueren over wat we nu hebben gezien. Ik denk dat de Ajax dan dat... alweer 17 spelers verder is en drie coaches. Ja. <laughs> nee, ik ben... Ik had het niet verwacht, laat ik zo zeggen. Ik had echt gedacht, uh, Slotte heeft, uh, heeft, uh, heeft dat team er nog staan. Ja, misschien dus toch één of twee spelers. Dat dat de, de bottleneck is, zoals ze dat noemen. Nou ja, vorig jaar hadden ze natuurlijk heel vaak dat ze in de laatste minuten nog eventjes de winnende maakten, weet je wel? En, ja, ja, maar, die overtuiging ja, nee, maar, is dat, maar dat hebben ze gisteren ook gelukt. dan moet het ook gewoon dat een keer zijn. Daar zit dat, het mee. Dat, dat, en dan komen we ook een keer in een seizoen, daar zit het al dat soort dingetjes tegen. Wel, vorige wedstrijd ook. Dat je, dat je gewoon Ja, maar 27 zijn minuut al je ja. Ik ben daar niet helemaal, want, want, want daar kwamen ze niet met 2-0 achter tegen Sparta. Ja. Het is wel eens geweest dat ze de beslissende wat later maken. maar dan zag je in het hele spelbeeld ook dat je... Ja. Ik heb niet idee dat als ik ze nou zie spelen, van, dan gaan ze wel winnen. Ja, Hoe ongelooflijk was het, ook... het terecht, de 2-2? Ja. ja, Sparta had hem eigenlijk wel gewoon kunnen winnen. Want ze hadden op een gegeven moment... Ja, kunnen winnen of, of was het... Uh, ja, ze hadden een wereldkans op een gegeven moment op 3-1. Vlak, je, terwijl Feyenoord de hele tijd aan het pompen was en zo. Feyenoord gooide alles op de aanval. Echt, de, de tweede helft zijn ze echt gewoon vol op de aanval gegaan om die, uh, om, om die gelijkmaker te zoeken, om, um, om nog de, de punten te redden. Maar uh, Sparta was echt een perfecte counterploeg. Uh, hij heeft gewoon heel goed uh, die omschakeling uh, en een paar mooie goals gemaakt. En ze hadden er nog wel meer in kunnen schieten. Maar dan ja. moet ik ook heel eerlijk zeggen Rob, Vitesse had in de eerste helft een paar kansen waarvan ik dacht die hadden wel ingewongen ja. en begin tweede helft ook. Dus ja, daar, kom je de, daar kwam je misschien zelfs goed weg. Ja, ja, maar ja, dat is dat ja. Net tweede wedstrijd, maar We hebben het over. Nou en ze zijn Baelo kwijt nu. Ja, dat uh, kan ook nog wel eens een uh, dingetje zijn. Pols gebroken of zo, las ik. Uh, ik weet niet precies wat hij heeft, maar uh, hij is, is er wel voor lange tijd uit. Dus, uh... Ja, maar dat stond soms enkele weken pols gebroken, denk ik. Nou, pols gebroken, daar ben weet ik wel een paar maanden zoet mee. Ja, en ja, ja, een gebroken pols kan ja. heel lullig genezen. Hè? Dat kan je heel lang last van houden, want het zijn van die hele kleine botjes. Dat is echt. Dat is uh... een beetje het uh, pasveerverhaal. Had hij een vinger gebroken? Ja. Nou, en die is daarna eigenlijk ja, nooit weer uh... uh, op dat niveau uh, teruggekomen. Wat ik, wat ik vooral heel uh, fijn vind is dat Unestal die heeft tot zijn 68ste bij ons getekend. Dus daar ben ik dan <laughs> wel heel blij mee. Kan ook geblesseerd raken, dat weet ik. Maar toch. Ja, maar volgens... Ik had eigenlijk wel. Ik had aan het vorige seizoen verwacht dat, dat er een andere club wel zou melden voor hem. Maar ik denk dat Unestal omdat hij zo groot is. als hij zijn armen gewoon wijd doet. Kan sowieso... Hij duikt toch niet, hè? Ja, dan kan hij gewoon sowieso duiden. al 80% van de ballen eruit halen. Uh, Wat Feyenoord gaat natuurlijk opzoeken, die, die moet er een doelman bij hebben. Ik denk het wel, ja. Want ja. wel een er Oh, die met prima. drommel uitkomen. Ja, Noppert uh, wordt genoemd of zo. Hè? Dat is ja, maar die... Noppert zal moeilijker te Olij. halen zijn, omdat Noppert gewoon onbestreden, onbetwist eerste keeper is. En Olei? Van Sparta? Olei, is... ja. Maar geldt hetzelfde voor maar volgens mij nou ja, was dat het iets ik... van 2, 3 die, die, die miljoen of zo. in deze fase niet. Wat zeg je? Volgens mij was het iets van ja, maar... 2, 3 miljoen of zo. Want wat, wat, wat Ajax die wilde, volgens mij Maurice Stijn wilde meenemen. Toen was er sprake van iets van 3 miljoen of zo voor Olij. Toen dacht ik, nou uh, neem hem mee, prima tweede keeper. Weet je wel, dat maar. Uh, nee, er moest iemand van 8 miljoen gehaald worden. Uit Duitsland. Die, die, die één wedstrijd twee... Bundesliga-ervaring heeft. En, en die nu even als de derde keeper uh, plaatsneemt. <laughs> Nee, maar kijk bij, bij Olay snap ik wel. Kijk, je kunt wel zeggen, is prima tweede keeper, maar ik snap wel, als jij zo lekker staat te keepen, dat jij misschien zelf denkt, ja, maar ik ga niet nee. bij een topclub tweede keeper zijn. Maar nu bij Feyenoord heb je misschien wel de kans om het ook wat langer te laten zien. Nee. En, en wij zegt bij echt zegt mijn paar weken niet terug, hoor. Dus um, ja, die, ik zou, ik zou, als ik Feyenoord was, had ik nu uh, Olay al gebeld. Zo'n mini-contract aan de GEA aanbieden voordat hij naar de zandbak vertrekt. <laughs> ver, ver, voor vier weken. <laughs> dat is hij nog te duur. <laughs> ja, dat, uh, Goed. ja, ik ben wel benieuwd. Maar, maar ja, ik, ik, ik denk dat ze op zich met Wellenreuter een prima vervanging hebben. Alleen je moet daarachter wel iets hebben. Want als daar dan iets mee gebeurt, dan heb je echt een probleem. Hey jongens, uh, we zijn... ik kan mijn uh, gaan keeper dan. <laughs> ja, ja. Misschien. Ik moest vroeger toch ook ik moest vroeger ook altijd een helft keeper ja degene het slechtst wil voetballen die mocht keeper dus dat is een ding van roept ja, misschien team. misschien bij halen ze bij een ons range was wel er altijd bij ons bij als ons keeper ons was altijd Want staat altijd in de weg bij ons <laughs> staat altijd in de weg <laughs> nee maar bij ons was altijd dan moest je gewoon ondertussen of tijd was je gewoon aan de beurt omdat we geen keeper hadden in de jeugd maar ik was zo ongelooflijk slecht als keeper en ik kon wel aardig verdedigen, dat ze toch hem gezegd: van volgens mij, hoe die regelde aan. <laughs> Voor mij heb ik een keer met 8-0 verloren. Oh nee, was het met rust al 8-0. <laughs> gewoon een bal die aankomt die gewoon. <laughs> ik kan gewoon echt, ik, dat kon ik echt niet. Ik ga hem terugdenken. Oh. Hey jongens, um, volgens mij hebben we de wedstrijden allemaal wel uh, behandeld. Um, zullen we naar de vragen van onze luisteraars gaan? En uh, voordat ik daar Ja, daar mag wel wil wel wil nog wel één dingetje zeggen. Ja? Want wij, wij zijn door alle media zijn we 86 keer genoemd over het stadionakkefietje, uh, wat ook geen accafietje was trouwens. Maar mm -hmm. ze nou wel de mensen, ze hebben de 28 opgepakt en de volgende weer meer. Ik ja, het stadionverbod wel... hè? Ja, ja, en dan... En, en, en... Volgens mij ook met, met de herkenning, ja het is nadeel dat ze vaak, dat dit soort gastjes natuurlijk het stadion inkomen op andermans kaart, dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen, maar ze zijn er wel echt mee bezig en, ja. en dan moet ook echt, ik vind ook, ik vind je moet gewoon geen stadionverbod, maar een hoodieverbod doen, dan weten we in ieder geval wie het doet. Um, maar ik wil ook wel even uh, credits geven aan alle fans die mee zijn gegaan naar Riga afgelopen donderdag. In Letland, <laughs> want daar leeft de voetbal lang niet zo erg. Ik hoorde gisteren dat basketbal en ijshockey daar veel uh, populairder is. Maar die hebben ondanks ook Riga zelf de supporters, die verloren natuurlijk. Die zijn echt na de tijd weer zijn stappen met de Twente supporters. Dus dat kan ook... Oh, lachen. Die echt een, ik hoorde gisteren, die hebben echt een top feest gehad. Die zijn gewoon het terras opgegaan met de hele bende. Nee, ik denk dat de alle twaalf Riga-supporters zijn meer geweest. Nee maar, nee, maar dat kan dus ook. Dus als je een ja, beetje een leuk clubje... dat is een een klubpie, uh... goed om te horen, ja. Ja, vind ik ook. Want dat wordt nergens bijna terug... Uh, uh, en wat ik ook nog nergens... goed vind, is dat je er meteen 28 uithaalt, weet je wel? Als je 28 rotte appels er in één keer uit zou demieten. Dat is best wel een uh, slok op een borrel. Zelfs in een, uh, zelfs in een, hard, in een harde kern, weet je wel? Dat is ja, ja en, en uh, een... En, uh, en nog tientallen, hè, waar ze gewoon nog niet helemaal zeker van zijn. Maar die jaren twintig zijn ze zeker van. Dus ja, dat, nee, dat, is, dat is goed. Maar ik vind, vind ook wel als in Riga, waar zo'n club hebt waar eigenlijk niet zo heel veel voorstelt. Uh, op de televisie was er geen eens voorbeschouwingen zo. Weet je wel. Wat er gewoon snel op SBS 9 uitgezonden. Of zo. Nou, allemaal prima. Maar als daar een knokpartij was geweest, dan had uh, iedereen erover uh, gedaan. Dus ik vind dan ook. Als we alleen maar de negatieve dingen vertellen rondom zo'n ja. wedstrijd, dan gaan we dat normaal vinden. En ik vind het jammer, want dus nu zijn ze gewoon weer zijn stam met elkaar. Dat moet ook genoemd worden. Ja, het lijkt me ik leuk even als even uh... melden. Maar wat zeg je Rob? Ik wil ook nog even iets melden. Dan. Ik wil twee dingen melden. Want ik heb uh, bij ons zijn er weer uh, vijf die in Vendel elkaar geslagen hebben in, uh, in Graas. Uh, oh, ja. Uh, ja. dus die hebben ze ook opgepakt. En. Um, ik zag dus gisteren zat ik dus. Ik heb alleen de goals zitten kijken van uh, Vitesse tegen PSV. Ik ben nu even aan het opzoeken op mijn telefoon hoeveel toeschouwers er überhaupt in dat stadion zaten. Ik heb nog nooit een stadion gezien met zoveel lege plekken als gisteren in Vitesse tegen PSV. Ja. Heb je het gezien toevallig? Gewoon ja, hele fuck ja, ja. leeg. Ja, ja, echt bizar. Je hebt over tussen, dat weet ik wel. Ja. Ja, ik hoorde op een gegeven moment ook in het stadion, ik had een klein stukje uh, meegepakt live. En toen uh, hoorde ik ze zingen: zo van sta op als je voor vitesse bent. Sta op. En het was prachtig, want ze deden het ook alle twee. <laughs> <Maar> ze moesten <laughs> waarschijnlijk gewoon pissen. <laughs> ja. nee, het was echt schrijnend. Ik zag zoveel. Ik denk, dit, 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 dit heb ik nog nooit gezien. Zoveel lege plekken. Ja, ik, zei, ik maak er de AZC van. Dan zit het in ieder geval vol. Weet je? <laughs> <laughs> het is een win-win situatie. Ik zou, 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 er ook, zou er ook gewoon een heel. Uh, niet niet uh, vervelend bedoeld, maar het C-elftal van AZ. Dus, dus dan heb je de AZC. <lacht> <lacht> Hoe, <z> <laughs> Hoe ziet dat team eruit? Dan kun je toch niet. Weet je? Dat is... <laughs> <Hè>? Ja, <laughs> niet het hele maar dan moet je toch om, om, om de schijn hoog houden. <laughs> Moeten daar toch een paar witte jongetjes tussen zetten? Anders dan klopt het als het heel, uh, doog, dan wordt Het <laughs> dat is echt lullig dat je op school komt. Als je een kleurtje <laughs> hebt, nogmaals, niet racistisch inderdaad. Maar dan je zegt: eh, Wat doe je dan? Ik, uh, ik zit in AZC. Nee, ik zeg niet waar je woont. Dat <laughs> <laughs> is <Fish> hobby, als het zei. Maar goed, de lezersvragen, daar waren we. Ja, ja, ja daar ja. waren we. Oh, Oké, okay. uh, even kijken. Dus sowieso, uh, dank jullie wel voor het uh, luisteren naar deze podcast. En, uh, en kijken op de YouTube en Facebook kan je gewoon uh, kijken naar deze podcast. Dan zie je onze rotkoppen er ook nog eens bij. En uh, dank jullie wel daarvoor. Dus uh, klik uh, op die duimpjes. En uh, like en subscribe. En de hele micmac, doe dat gewoon. Dat is hartstikke goed voor het algoritme. Maar uh, ja, we hebben vragen. Van de luisteraars. En uh, jij kunt dus ook je vraag insturen. En dan gaan we kijken of we daar een zinnig antwoord op kunnen geven. Nou, laten we beginnen met Rob Jansen. En meteen een goeie. Is Wilco nog steeds een dikke flapdrol? Ik laat die eventjes aan jullie twee Het is ja. iets minder een dikke flapdrol nu toch? Ja, het is niet meer de dikke flapdrol. Wilco is afgetraind, jongens. Ja, Wilco afgetraind heeft, de euh... flapdrol. Maar is Wilco... Rob Jansen? Is dat de Rob Jansen van de radio? Dat weet ik niet. Of, of die zaakwaarnemer. Ja, dat kan ook nog, ja. Of gewoon iemand die ook Rob Jansen heet. Even wat Dan woont ons één dorp verderop. Bij ons verderop woont een, een stel die heette David en Gea. Dat is echt fantastisch. David en Gea. <lacht> <lacht> ik geloof je toch niet? <laughs> Oh, ja, maar het het zou zo heb leuk ik... zijn als je een loesjes zaakwaarnemer bent. dat je die twee dan verkoopt. Dat je denkt van. Wat... Je hebt David de Gea. Weet en... je, <laughs> altijd Excelsior opeens met een nieuwe keeper komt. Ja. En dat je dan twee. <laughs> een stel... <laughs> <laughs> Brabant stel van in de vijftig. Gewoon... Hallo, roes. Ja, ja, een Je had een Ja, <laughs> ja maar daar heb ik wel eens gehad. dat ik in Brabant speel. en dan vertel dat ik met Rob Schippers uh, in dezelfde uh, stal zit. En dan zeg ik, stal, ja nou ja, impresariaat. Ik wou het gewoon wat goedkoper laten lijken. En dan zeggen ze, ja maar Rob Schepers die doet alleen maar tompraat. Nee joh, gek. Jawel, en laten ze foto's zien, maar dat blijkt dus een andere Rob Schepers ja. en die doet ook tompraat. Ja, dat vind ik wel. Even oud ook. He, hele... ja. <laughs> zeg, nee, je moet hem, Rob Schepers uit Sterksel. En ik, ah, oh. ik, de enige ja. echte zeggen ze dan ja. meestal bij. Dat klopt ook ja, dat zeggen ze wel ja. ja. Oké, okay, dit is dit is zeker geen naam die je dus, nog heel vaak tegenkomt. Het is Doris Albers, ja ja, Doris Albers. En die heeft een vraag voor Rob. Is het misschien iets om een crowdfunding op te starten voor een nieuwe microfoon voor Rob? Even kijken, of... Oh, <laughs> vorige week was hij, was hij nogal was hij niet goed. Uh, was hij niet zo, no. kwam hij niet zo lekker door, maar het is een 538 ding, toch? Laten we eens even zien. Ja. Nee, het is gewoon, maar ik heb, ik heb de plopkap van 538 heb ik omheen gedraaid. Om het geluid een beetje te dempen Misschien moet ik dat niet doen. Dan uh, moet ik een beetje met deze stem gaan praten. Het is uh, 538, dames en heren. Ik, uh, mocht er een crowdfunding opgezet, filter gaan worden. Dat kan gestoord worden op Hero 555. En zet daar dan bij: crowdfunding, microfoon Rob Schreepers, de enige echte. <laughs> Ja, het lijkt eigenlijk opeens. wel grappig dat je een microfoon krijgt van een radiozender en dat je er alleen maar in kan praten als een radio DJ. Dat ja, die anders blokkeert. Hé, herinner je deze? Nog, 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 nog. Dit van de week. <laughs> Oké, okay, maar de, de, deze week gaat hij beter, toch? Qua geluid of niet? Ja, ja, ja. Volgens ik mij wel, wel, dus uh, het komt helemaal goed. Uh, ik... Vraagje aan Thijs. Van wie zijn de kiksen die achter je hangen? Ja, ja. Die zijn, uh, ik pak ze erbij. Dat, uh, voor de luisteraars uh, achter Thijs hangt altijd een uh, Twente shirt en een paar kicksen. Uh, daar komen we nu dus achter uh, van wie wat die vinger weinig... eigenlijk zijn. Ja, wat weinig mensen weten, is dat uh, uh, Sander Boske, keeper van Twente, uh, in het Nederlands elftal heeft uh, gekiept. Echt maar heel weinig. En die ene echte interland wat hij gekiept heeft, deed hij op uh, deze schoen. Uh, die heb ik tijdens een show van Twente aangehad, dus ze zijn ook gewoon gesigneerd door hem. Maar zoals je ook ziet, een Nederlands vlaggetje op. En uh, de naam van zijn, uh, van zijn uh, kinderen erop. Dus dit zijn uh, de kiksen die uh, ook gewoon met Zanten nog op. Zoals je ziet, ze zijn echt nog vies. Dus het was toch niet het uh, Excelsior Stadion? <laughs> <laughs> dit zijn, maar dit zijn dus de uh, wow. voetbalschoenen die uh, Boske ooit aan heeft gehad in het Nederlandse al. Nice. Ja vind ik een goed verhaal, dus uh, ja, nee, ik hoop dat uh, de luisteraars uh, daar ook weer uh, het een en ander van weten. En dan heb ik nog één andere vraag uh, voordat we naar de enquête gaan. Moeten we, moeten we weer een enquête? Ik doe iedere week namelijk een enquête. Straks wel eens gezegd dat uh, iemand zijn schoenmaat heeft toch ook te maken met de, met de lengtemaat van wat anders? Omdat dit maar 41 <lacht> is. <lacht> dat is. Dat zijn hmm. best wel kleine pootjes, ja. <laughs> Uh, Iedere week heb ik ook een uh, enquête, uh, uh, daar heb ik eigenlijk nooit aandacht aan gegeven, uh, deze we uh, vorige week hadden we wie gaat er dit seizoen degraderen en uh, Heracles is daar uitgekomen met uh, 5,9% Excelsior met uh, 2,9% Almere City FC 32,4%. En de laatste optie was Rafel van der Vaart. En die heeft met ruime meerderheid 58,8% <laughs> gewonnen. Dus uh, Rafel van der Vaart gaat uh, volgend jaar de keukencompetitie uh, bekommentariëren Op uh, ja, uh, omroep Flevoland denk ik dat. Maar we hebben nog één vraag. Um, die komt van George van Kemenade. Die was vanochtend nog gesteld. Uh, is de mediatraining van Steven Bergwijn de grootste verandering bij Ajax deze transferwindow? Uh, <laughs> Goeie vraag. Goeie vraag. En hem stellen is hem ook, geloof ik, meteen beantwoorden. Want het is inderdaad waar. Hij heeft mediatraining gehad. Uh, hij, hij heeft, um, ja, je ziet hem nog wel echt gewoon. Uh, op zijn tandvlees er een uh, volledige zin uit uh, weet te uh, persen. Uh, uit zijn mond. En uh, dat gaat inderdaad iets beter dan uh, voorheen. Waarbij het uh, meer een soort geknor ge en gegrom was. Uh, of uh, een beetje blij. Als, als hij gescoord had. Maar ja, dat is ook al eens drie eeuwen geleden. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik vrees dat. Uh, dat de mediatraining van uh, Stefan uh, in ieder geval zijn grootste verandering is. En um, hopelijk uh, is die Soetalo uh, uh, echt uh, zo goed als dat ze zeggen. En uh, hopelijk uh, zien we volgende week uh, die Deen op de rechtsback. Hoe, uh, hoe was die medisch gisteren dan? Uh, <laughs> die. Uh, die staat nu weer gelijk. Nou, vorige keer heeft hij er eentje gescoord. En dit keer heeft hij echt gewoon zo'n eentje doorgelaten. Dat was, uh, dat was niet oh, handig. Dus de maar, hype van vorige week is, is weer een beetje ingedaald. Maar ik moet ook ik wel snel eerlijk gaan. toegeven: <laughs> uh, als je achterin um, moet uitverdedigen, dan is het ook wel lekker als bijvoorbeeld een ranch iets verder uitzakt. Zodat je in ieder geval daar een paaslijn creëert. En dat je keuzes hebt. Dus um, ja, het was, uh, het was niet echt best. Maar over het algemeen, als een verdediger niet kan afspelen, dan is het niet alleen zijn fout. Dat is het enige wat ik wil zeggen. En voor de rest deed hij dat niet uh, handig. Nee, absoluut niet. Je kan hem ook gewoon een roei geven. En, uh, en voor mij spel je hem uh, over de zijlijn. Maar ja, die optie schijnt verboden te zijn in, uh, in Ajax. Het moet altijd voetballend opgelost worden. En uh, ja, soms uh, kan maar beter gewoon. Uh... Maar die optie die is ook al die is ook gewoon verboden bij Almere City. Ja. Waar het niet dat dan komt dat je dan alle balen kwijtraakt. Ja. <laughs> uh, wat is de enquête uh, van deze week, uh, Wilco? Uh, ja. wat, 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 <laughs> ik heb het nog niet bedacht eigenlijk. Dus als jullie oh. een optie hebben, uh, gooi hem op ik... de barinet. Wie wordt de opvolger van uh, Bijlo bij Feyenoord? Oh, dat is, ja. vind ik eigenlijk wel een goede. Dan, uh, dan ga ik, uh, ga ik een uh, enquêtetje in elkaar zetten. <laughs> ik, ik, ik schaad weer 58% van Rafael van der Vaart. <laughs> ja, als hij genoeg frikandellen blijft vreten, wordt hij op een gegeven moment zo dik dat er niks meer in het doel blijft ja. <laughs> En wie was er erbij, hè? Olij. Uh, olij, Noppert. Olij, Olij, Olij. En? Noppert, denk ik. Noppert. Uh, er zijn en... Drommel er maar bij, hoor. Ja, Drommel, Drommel. en Seruki. Hè? Een toch? Ik heb het ja, idee johs. dat met onze, met onze luisteraars dat dan Seruki weer gaat winnen. <laughs> ja, ook niet als ze gaan luisteren, Thijs. Dan gaan ze niks meer doen met die info, denk ik, hoor. Bij uh, Feyenoord, Denk ik niet. Toch? Nee, Hoewel, <laughs> uh, lieve luisteraars, <laughs> dank jullie wel voor het stemmen op de enquête. Dank jullie wel voor jullie vragen. Blijf ze ook stellen. Dat kan onder in de comments bij YouTube. Kan onder in de comments bij Facebook. En het kan natuurlijk ook gewoon via de podcastluisterapps. Um, dank jullie wel. Volgende week is hopelijk uh, Tim weer terug. Uh, Rob, dank je wel. Thijs, dank je wel. Dit was een Randje Buiten Spel. Tot de volgende week. Ciao. Volgende week kan jou jou doen.